In een recent TikTok-filmpje deelt zangeres Mia Nicolai een ontmoeting met een dame op straat die toevallig naar haar nieuwe nummer, Loop, luistert. De video roept echter gemengde reacties op, waarbij sommige volgers twijfelen aan de oprechtheid van de ontmoeting. Is het een oprechte ontmoeting of een in scène gezette stunt? Reacties op de TikTok-video van Mia Nicolai variëren van verdenkingen dat de ontmoeting geënsceneerd is tot suggesties om van carrière te switchen als de zangcarrière niet goed zou gaan. Het voorval wordt zelfs vergeleken met een soortgelijke actie van Dotan, waarbij hij in opspraak kwam door nep-accounts te gebruiken om zijn populariteit te vergroten. De term Dotanetje wordt gebruikt om de situatie te beschrijven en verwijst naar het vergelijkbare gedrag van de bekende zanger Dotan. Enkele oplettende volgers merken op dat Mia en de dame in het filmpje elkaar volgen op Instagram, waardoor de geloofwaardigheid van de ontmoeting verder in twijfel wordt getrokken. Is de ontmoeting met de luisterende dame een slimme publiciteitsstunt of een oprechte toevallige ontmoeting? De meningen blijven verdeeld.